Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe video van ons. Oké, zijn we weer. Oh. Ik had eventjes geen ruimte op mijn memory cards. Kijk hoe leuk, we zijn echt in matchy. Echt een leuke foto maken. Ja. En wij zijn nu onderweg naar Amsterdam Verbond. Amsterdams Verbond. En het regent nu. En daar komt wel een zonnetje. Maar dat was dus één bui. Ja, dus laat die ene bui dan echt het nu zijn. Ja. En heb ik ook een nieuwe zonnebril gekregen van mijn liefste nicht Petra. Kijk hoe leuk. Dus die gaan we denk ik even opdoen. En het wordt voor ons denk ik een hele lange dag en avond. Het is nu 3:30. Dus we zijn straks op Verbond tot 9:00 denk ik. Ik vind het wel lekker dat we een beetje laat zijn. Helemaal met dit weer, want het is ook gewoon koud. Twee dagen dan. Ja. Hagel. Hagel nu? Nee. Jongens. Hagel. Dit willen we niet. Oké, we hebben gelukkig lekker weer. Alleen, ik heb het al een beetje gehad. Een hele Maar wat goeie. Ga je nu doen dan? Wij zitten weer bij Brochet. En ik weet niet wat er gebeurt, maar mijn licht valt gewoon weg. We hebben zo'n heerlijke maandag, hè Rebek? Heerlijke maandag. Toch, Mees? We doen lekker niks op de maandag. Kijk, dat doe ik ook. Is dat een vliegtuig? Oh nee, een halfpijp. Kijk, daar is Rebecca, kijk. Kan je hem missen? Oeh, je bent hier wel heel goed in, Mees. Pas op! Nee! Dat kan niet! Dat gaat niet lukken. Weer achteruit. Weer achteruit, ja. En wat ik nog wilde zeggen, gisteravond hebben wij gewoon niks meer gedaan na Verbond. We zijn gewoon naar huis gegaan. Geen feestje meer in de air. Niks meer. Ik ben trouwens een nieuwe. Ik ben een serie begonnen, Rebek. Een nieuwe. Een Nederlandse. Undercover. Nee, die ken ik niet. Oh, die is nieuw. Het nieuwste nu op Netflix. Maar weet je welke je moet kijken? Kut. Hoe heet die nou? Wat heb ik jou gegeven? Welk? Nederlands? Ja. Affair. Nee. Met die. Je hebt het me gezegd. Kijk. En waar ging dat over? Ook spannend. Ook super spannend. Oh, wij zijn echt van ons. Nee, op Videoland. Oh ja, Videoland in Nederland. Zeg jij het wel gezegd? Even kijken, hoe heet die? Maar we zijn dus nu op Netflix bezig met Undercover. Dus die gaan we vanavond weer kijken. Ga je weer? Oké, ik wilde eventjes voorstellen om misschien een Q&A te doen over mijn bulvergroting. Want ik kan natuurlijk wel het een en ander vertellen en dat ga ik ook sowieso doen. Maar ik dacht, als jullie ook nog eventjes wat vragen onder deze video zetten. Sorry, mijn camera viel uit, maar ik wilde dus zeggen, als jullie vragen hebben over mijn bulvergroting, zet het dan eventjes hieronder. Dan ga ik een Q&A maken en ik ga gewoon vertellen hoe mijn ervaring was. Maar dan heb ik in ieder geval al jullie vragen beantwoord. Oké, ik heb net al eventjes een stukje gegeten, zoals jullie kunnen zien. Ik wacht even tot Charlotte er is en dan gaan we nog even verder eten. En nu gaan wij Macy alvast naar bedje brengen. We gaan nog even zijn bedje opmaken. Want jij had al zuurkool gegeten bij oma, hè? Boefie. Ik ga die billetjes pakken! Ik wou jullie nog iets laten zien. Dit is namelijk Mason. Toen hij nog in mijn buik zat. Kijk hoe schattig. Kijken. Je doet je handje bij je mondje. En je voetje. Zie je dat? Ja, maar nog één schattig. Nog één gehaaltje. Waar ligt het? Dierenbroekje. Nee, we gaan één. Hé, hier is de bruine lama. Laat ze zien. Kijk nou.
Ik heb er twee. Hey, lief. Kijk, mama. Nou, hier is het boek. Oh, die moet nog af. Oh. Eén keer. Niet te geloven. Wie hangt er graag ondersteboven? Tommy. De aap. Ja. Nog één. Nog één. Hé, hey, wat mal. Ken jij dat dier met die strepen al? Zebra. En hoe heet de zebra? Het is Zoe. Zebra. Ja, moet je horen. Wie flappert daar met zijn oren? Het is Billy. De olifant. Yay. Yay. Moet je horen. Wie brult er hier voor 10? Leo. De tijger. De leeuw. Kijk nou, wie houdt er van de kou? Witje. Op de Noordpool. De ijsbeer. Op de Noordpool. Ja. Nee. Kijk eens hier, wie is dit groene dier? Het is Robbie. De krokodil. Deze. Hey, wat gek. Wie heeft er zo'n lange nek? Lisa. De giraf. De laatste. Kijk snel, dit luie diertje ken je wel. Het is Kaatje. De kat. De koala. Peppa. Wel. Oké. Kijk, dit is de mama. Ja. En dit is de broer. Oh, goed zo. En hier zit het. Is het nu echt bedtijd? Wil mama een kus? Liggen nu. Nee. Mama een kusje. Mwa. Lama. En lama. Mwa. 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 Een hele goede middag alweer. Ik moet iets nieuws gaan halen voor mijn camera. Want zoals veel van jullie al hadden gezien, heb ik een andere auto. En mijn camera wil even niet werken. Hoe mijn auto nu is. Overal waar ik hem neerzet valt hij. Want ik heb nog even geen houdertje waar ik hem in kan zetten. Wat ik wel moet halen. Ik ben vanmorgen eventjes bij Mooi aan de Amstel geweest. Want ik ga namelijk na 100 jaar mijn haarmerk veranderen. En ik ga deze week inzetten bij hun. En dus ook ander haar. Maar dat vertel ik dan tegen die tijd wel. Ik weet ook niet precies welk merk en zo het nu is. En ik word gek van mijn hoofdpijn. Ik leef volgens mij gewoon met hoofdpijn erbij in mijn leven. Het gaat niet echt weg. Hi. Ja, hè? Zo, ik heb even een meisje van school gehaald. En die had echt zo'n schattig schaapje gemaakt. Kijk nou. De achterkant. Dat is schattig. Deze vind ik echt leuk, meis. Mag ik dit? Tuurlijk. Maar is hij wel voor mama? Ja. Oké. Ik hang hem bij je oma thuis. En wat kies je om te doen? Een Chimpy Champ. Echt? Ja. Gaan we daar met z'n tweeën heen? Nee, met Geraldo. Oh. Ik weet niet waar Geraldo is. Gaan we even vragen. Oké. Okay. We hebben toch even een andere ding gedaan als Chimpy Champ weer. We zijn bij Candy Castle. Hier hebben ze zo'n leuke racebaan. Daar komt hij aan, hoor. Oh, je schoenen. Oké. Hier wil ik een klokkertje. Vind je het leuk van? Hier wil ik een klokkertje. Oké, ik ben aan het koken. Het wordt vandaag nasi. En met lekker eitje erdoorheen, wokgroenten, kip, satésaus. Dus dat. Ik ga straks even in stappen laten zien hoe ik het allemaal maak. Ik maak in ieder geval nu de kip gaar. Satésaus, de wokgroenten heb ik al even een beetje gedaan. Daar mag nog wel iets meer bij, want het wordt helemaal klein.
zie ik nu. Daar ga ik nu even een omeletje naast maken. En de rijst is aan het koken. Dus die ga ik straks even lekker donker maken met deze saus. En uit dit pakje. Oké, dit is nu de ei met de wokgroenten. De kip is zo goed als gaar. Dus deze saus. Nu wachten we nog even op de rijst. Oké, het eindresultaat. Alleen nog satésaus en kroephoek. En ik wil gelijk deze video alweer afsluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet gedaan hebt. En misschien nog maar snel weer. Doei. Vergeet niet te vragen hieronder.